Kelvinje! Zo, hallo allemaal. Dat was weer even een heerlijk rondje horse mounting shooting. Zouden we bij de NVVR ook eens moeten organiseren. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Evenals vorig jaar doe ik een korte verslaglegging over de rijweekenden van 2018 namens de Meerdaagse Commissie. Maar voordat ik daarmee ga beginnen, wil ik Christian en Stacy heel hartelijk danken voor het organiseren van deze weekenden. In de Vrijruiter van april staan 5 rijweekenden gepland. Het strand-kampeerweekend in Renesse, het rijweekend Gasselte van Karin, het hemelvaart-kampeerweekend van Peter, het rijweekend De Mossel van Chantal en het kampeerweekend in Drenthe van Ruud. Met het strand-kampeerweekend kan ik kort zijn, want daar heerste 2 weken van tevoren de besmettelijke ziekte Droes, waardoor we het weekend moesten annuleren. Het weekend van Peter vond plaats in Alphen, Noord-Brabant. En wel op natuurcamping De Hoevens, waar het heerlijk rook naar pure natuur. In tegenstelling tot de groepsaccommodatie in Gasselte, waar een onprettige geur hing, aldus Karin. En menigeen botste tegen het raam van het balkon. Dus daar moeten nog eens stickers op. Bij Ruud was de camping keurig in orde, maar dat zou later veranderen naarmate de groep er verbleef. De Mossel is een mooie plek, maar voor Esther de Roos te druk. Even alleen zijn is dan lastig. Hetzelfde gold ook voor de accommodatie in Gasselte. Een drukke en wat onrustige plek. Daar had men op het weekend van Peter absoluut geen last van. Een zee van ruimte en iedereen kon heerlijk even alleen zijn in hun caravan, tent of camper, als hij of zij dat wilde. En wat met de paarden? In Gasselte stonden de paarden met kwalitatief goed hooi in de wei. Dat is redelijk. Bij Ruud was er als gevolg van de droogte geen sprietje gras en moesten de paarden het alleen doen met hooi. Bij de Mossel had men helemaal een probleem. Een deel van het weiland mocht plotseling niet gebruikt worden, waardoor er kleine weidjes gemaakt moesten worden en de paarden een beetje hutje-mutje kwamen te staan. Dat werd niet door iedereen in dank afgenomen. En sommigen brachten hun paard naar huis. Nee, dan bij Peter. De paarden liepen in 3 hectare kruidenrijk weiland met gras zo hoog dat je de kleine paarden niet eens meer zag staan. Het uitrijgebied in Gasselte is mooi, maar voor de menners niet overal geschikt. Ook is het vaak onduidelijk waar je precies mag rijden. Daar was bij Peter op de rechte heide en op het landgoed Gorp en Rovert absoluut geen sprake van. Je mag er rijden waar je wilt en voor menners zeer geschikt. Schitterend om er te rijden langs het riviertje De Leie en de mooie lanen met de prachtige rhododendrons. Bij Ruud op het Dwingerveld is het ook mooi rijden. En geschikt voor menners, zo schrijft hij. Je kunt er tochten maken van gemiddeld 18 kilometer. Ik weet alleen niet of je op die tochten ook een cafeetje tegenkomt. Bij de Mossel doe je dat wel als je naar de Panoramahoeve rijdt. En dat hebben er dan ook veel gedaan. Maar dat is dan ook de enige mogelijkheid. Bij Peter daarentegen kun je naar de Bokkenrijder, de Vlierenfluiter of gewoon naar het centrum van Alphen, waar de ober al klaar staat met een heerlijke trappist. Op de camping Het Zonnetje in Lee, waar Ruud en de anderen dus neergestreken waren, hadden daar hun kamp ingericht. Rob Doucet kwam ook nog een avond op bezoek om tijdens de barbecue oude verhalen op te halen over de NVVR op een boeiende manier, zoals Rob dat kan, als een ware verhalenverteller. Met de nieuwe Coolman tent aangeschaft voor meerdaagse rijweekenden zag de kampeerplek er nog enigszins aantoonbaar uit. Want voor, tijdens en na het eten werd het steeds meer een zigeunerkamp. Het zal mij niets verbazen als Ruud zijn kampeerweekenden er in de toekomst zo uitkomen te zien. Bij Peter was alles even netjes op de kampeerplek. Er werd heerlijk culinair gekookt onder hygiënische omstandigheden.
Het afval werd direct opgeruimd en er werd sporadisch iets gedronken, waardoor iedereen hun verantwoordelijkheidsgevoel bleef behouden. Zowel op de Mossel als ook in Gasselte waren de maaltijden heel goed en compleet verzorgd. Echter, door het ontbreken van een corvéelijst waren het vaak dezelfde personen die zich daarvoor opwierpen. In Drenthe bij Ruud moesten de deelnemers het doen met het ketelkoken van Ruud. Niet dat daar iets mis mee is, maar de goulash die hij maakte was betaald door de NVVR. En voor 10 euro, wat daarvoor staat, kan er niet veel ingezeten hebben. In Gasselte was het personeel zeer vriendelijk en behulpzaam en ziet men de groep graag nog eens terugkomen. De Mossel veranderde soms in Villa Kakelhof, want het was een waar kippenhok af en toe. Wat kunnen dames kakelen, zo schrijft Karin Schouwenburg. Ronald, de beheerder van de hoevens in Alphen, was vol lof en onder de indruk van het groepje van Peter. Bij de betaling rekende hij dan ook stevast verkeerd. Toen hebben we de rekening zelf maar opgemaakt. De camping bij Ruud zal vast imagoschade geleden hebben. En het zal nog wel even duren voordat daar de kampeerders terugkomen. Maar alle gekheid op een stokje. Op alle plekken was het prima georganiseerd. En het was er heel gezellig. Verbeterpunten blijf je altijd houden. Maar de gezelligheid blijft toch altijd de boventoon voeren. En dat is mooi.